Vandaag geef ik jullie antwoord op de vraag: hoe kun je vermenigvuldigen met negatieve getallen? De heks kan emmertjes met blokjes in de ketel gooien. Bijvoorbeeld: drie emmertjes met zes koude blokjes. Door het toevoegen van de koude blokjes. Daalt de temperatuur in de ketel. In totaal daalt de temperatuur 3 keer 6 is dus 18 graden. De vermenigvuldiging die hierbij hoort is 3 keer min 6 is dus min 18 graden. Nog een voorbeeld. De heks haalt 2 emmertjes met 5 warme blokjes uit de ketel. De temperatuur daalt 10 graden. De vermenigvuldiging die hierbij hoort is min 2 keer 5 is min 10 graden. Nog een voorbeeld. De heks haalt 4 emmertjes met 3 koude blokjes uit de ketel. De temperatuur stijgt 12 graden. De vermenigvuldiging die hierbij hoort is min 4 keer min 3 is 12 graden. Kortom, bij vermenigvuldigen met negatieve getallen kun je denken aan de x. Zij hoort emmetjes met blokjes in de ketel, of zij haalt emmetjes met blokjes uit de ketel. Je kijkt dan naar de daling of de stijging.